Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het vrijdag. En het is niet zomaar vrijdag, het is namelijk Koningsdag. Vandaag vieren we de verjaardag van de koning van Nederland, Willem-Alexander. En van wat ik heb opgevangen is een... Is hij alweer 5 jaar koning? Ja, de tijd gaat erg snel, Rhino's. Willem-Alexander is alweer 5 jaar koning van ons land. Dat is al een mooie prestatie. Nou ja, prestatie. Ik bedoel. Prinses Beatrix heeft als koningin 30 jaar het land geregeerd. Dus Willem-Alexander heeft nog heel wat jaar voor de boeg. Wil hij zo'n prestatie neerzetten? Maar in ieder geval, het is mooi weer buiten. Goed weer voor de vrijmarkt, voor de festiviteit in Groningen. Want daar gaat de koninklijke familie dit jaar op bezoek. En dan gaan we er wat van maken vandaag. Misschien dat ik vandaag ga fietsen. Dat is ook wel leuk om te doen. Misschien dat ik jullie op de hoogte hou van mijn fietsavonturen vandaag. In ieder geval, ik zie jullie wel weer als ik nog wat te melden heb. Zo, ik heb een schoon setje kleren aangedaan nadat ik even onder de douche ben geweest. Maar dat is niet erg belangrijk. Ik heb hier wel een artikel wat jullie misschien interessant zullen vinden. Even kijken. Waar koning Willem-Alexander vorig jaar nog zijn verjaardag in industriestad Tilburg vierde, reist hij dit jaar naar het verre noorden. Waarom is Groningen gekozen en hoe wordt de selectie voor de Koningsdaggemeentes ieder jaar gemaakt? Gemeentes moeten zelf vragen of de koning zijn verjaardag bij hen komt vieren. Het koningshuis en de bijbehorende adviseurs maken vervolgens de selectie. En de belangrijkste vereiste daarbij is dat wordt gekeken naar provinciale spreiding. Aldus hoofdredacteur Justine Marcella van het blad Vorsten. Omdat Willem-Alexander vorig jaar al in Tilburg was, houdt dit kort gezegd in dat de keuze volgend jaar bijvoorbeeld niet zo snel op Den Bosch zal vallen. Historicus Han van Bree onderschrijft dit. Je kunt het uittekenen. Vorige keer Brabant, nu Groningen. Dan weet je dat ze het toch niet op korte termijn weer hier gaan doen. Al heb ik wel het idee dat het bezoek aan Zwolle in 2016 wel een bedankje was voor Anck Bijleveld Schouten na 200 jaar koninkrijk, zegt Marcella. De commissaris van de koning in Overijssel was 4 jaar lang voorzitter van het comité dat de gelijknamige viering voor zijn rekening nam. Maar dit is meer een gevoel. Niet alleen de spreiding van locaties is belangrijk. Er moet ook wel wat te doen zijn in de stad, aldus Marcella en Van Bree. Sinds het Koningshuis niet 2, maar slechts 1 gemeente bezoekt, lijkt de voorkeur van de koning uit te gaan naar gemeentes die een centrumfunctie voor de regio vervullen. Hierdoor kan stad en ommeland zich goed presenteren. Het is eigenlijk een combinatie van de ouderwetse koningdag en een provinciebezoek. Een koningsdag en een provinciebezoek, legt Marcella uit. Monarchie is ook duidelijk vertoond.
De vraag is dus ook: kunnen er mooie plaatjes geschoten worden? Doelt Van Bree op het feit dat verschillende media de hele dag filmen en foto's van de leden van het Koninklijk Huis maken? Deze afwegingen, gecombineerd met praktische zaken als de bereikbaarheid van een stad en hoe de veiligheid van de leden van het Koningshuis gegarandeerd kan worden, leidt uiteindelijk tot de keuze voor een gemeente. Over hoe groot de rol van de koning in dit besluit is, verschillen de kenners van mening. Steden kunnen zich aanmelden, maar Willem-Alexander hakt de knoop door, zegt Van Bree. Volgens de hoofdredactrice van Vorsten ligt dit genuanceerder. De koning maakt niet alleen die beslissing, hierover wordt gesproken met onder meer de hofhouding. Hoewel niet exact helder is wie de knoop uiteindelijk doorhakt en de Rijksvoorlichtingsdienst hier ook geen uitspraak over wil doen, is zowel Marcella van Cella als Van Bree het erover eens dat Groningen mede door de problemen omtrent de gaswinning gekozen is. De Groningers hebben als gevolg van deze gaswinning namelijk al jarenlang te kampen met aardbevingen. Vanwege het lang uitblijven van concrete maatregelen, die volgens een deel van de Groningers nu nog tekort schieten, heerst er angst en onzekerheid onder de inwoners van de provincie. Het kan geen kwaad om ze in het zonnetje te zetten, aldus Van Bree. Ik denk dat dit voor Groningen ook een reden voor de aanmelding was, zegt Marcella. Ze hebben nu de kans om te laten zien dat er meer speelt dan alleen de gaswinning en de aardbevingen. Ook vermoedt ze dat de provincie de keuze op Groningen liet vallen, zodat het gevoel van samenhorigheid tussen de regio en de rest van het land weer wat terug kan komen. Die samenhorigheid is ook niet in waarde uit te drukken. Het is toch een soort Den Haag niets Groningen vrijdag. De provincie Groningen laat dit ook in een reactie weten. We zagen hoe goed het in Tilburg verlopen is. Dat wilden wij ook. Daarnaast wilden we ook laten zien dat er meer dan alleen de gaswinning is. Hoeveel gemeenten zich dit jaar aan hebben gemeld om de koning te ontvangen, is niet bekend. Vrees dat er maar weinig interesse hebben, is er als vooralsnog niet. Ik leg daarnaast nieuws van de landelijke Sinterklaasintocht, waar dit jaar vanuit gemeentes geen animo voor was, red wel meteen de link, vertelt Marcella. Maar Koningsdag is toch van te grote waarde voor ons, denk ik. De gemeente die uiteindelijk gekozen wordt door het Koningshuis zal er daarnaast de komende tijd de vruchten van plukken volgens de deskundigen. Het is goede reclame, want de stad is de hele dag in beeld. Er wordt nog jaren over gesproken, aldus Van Bree. Betere PR kun je niet hebben, stemt Marcella in. Beiden zijn het erover eens dat Koningsdag in Groningen goede potentie heeft. Volgens mij heeft Groningen een afwisselend programma opgesteld, aldus Marcella. Van Bree zegt: het is een leuke stad, dus het zal ongetwijfeld gezellig worden. Welk deel van het programma bij welk lid van het Koningshuis het meest in de smaak zal vallen, moet afgewacht worden. We hebben bijvoorbeeld de zeer sportieve prins Pieter Christiaan. Prins Constantijn houdt zelf van koken en proeft dus ook graag, schetst Marcella. En ik denk dat handjes schudden voor Willem-Alexander nog het leukste is. Leuk met de mensen kletsen. Inderdaad. Mijn familie had het er vanmorgen ook nog over. Willem-Alexander is echt een joviale koning die graag onder de mensen ze mag zijn. Om het zomaar te zeggen. Maar goed, we gaan verder lezen. Even kijken.
Kijkend naar waar het koninklijk huis de vorige koningsdagen doorgebracht en met het oog op provinciale spreiding, maken volgens de kenners meerdere provincies kans voor 2019. Van Breen noemt Zeeland geen onlogische keuze. Het zou Middelburg kunnen worden, of misschien zelfs Maastricht of Texel, aldus Marcella. Ja, Reino's. Dit is interessant om te lezen allemaal. Ik vind het vooral leuk om het met jullie te delen. Ik ben namelijk dat type vlogger die een beetje een informatieve instelling heeft. Ik hou iedereen op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt. Ik ben niet dat die humoristische type vlogger zoals Enzo Knol. Ik ben niet echt heel erg van gek doen in mijn video's. Dat is namelijk niet echt helemaal mijn ding. Ik hou het gewoon waar ik me goed bij voel. En dat is informatie met mijn kijkers delen. Zoals ik zei, jullie op de hoogte houden van wat er in de wereld gebeurt. Als ik vanavond nog wat te melden heb, dan laat ik het jullie weten. Zo, de hele avond heb ik voor een nieuw dansprogramma gezeten. Het heet Time to Dance. Ik zal voor jullie even de spelregels uitleggen. Oké. Iedere dansact krijgt slechts 30 seconden om een first impression achter te laten. Is hij niet goed genoeg, dan wordt het time to go. Maar als het wel goed genoeg is het time to dance en dan mogen de acts later nog een keer auditie doen voor de jury. Er zijn slechts 5 plekken voor de halve finale per aflevering. Dus de druk is voor de kandidaten enorm hoog om een goede performance neer te zetten. Is de auditie niet goed genoeg, dan wordt het weer time to go. Is het wel weer goed genoeg, dan wordt het weer time to dance. En dan ga je door naar de halve finale. Als de jury een beetje twijfelt, dan kiezen ze voor time to battle. En dan moet je je later weer bewijzen tegenover de jury voor een finale plek. Het is een heel leuk programma. Het komt elke vrijdag om 8:30 op RTL 4. Ik zou het zeker even gaan kijken als ik jullie was. Het is echt geweldig. En hiermee maken we een eind aan deze vlog. Dus dames en heren, ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Vergeet dan niet even een reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog, zodat ik meer digitale heroïne kan snuiven. En abonneer je gelijk op mijn kanaal hier beneden. Like even mijn Facebookpagina. Op Facebook ben ik te vinden als Mr. Rhino. Dan blijf je op de hoogte van eventuele nieuwtjes die ik daar plaats. En volg me op Instagram. Op Instagram heet ik Alex Neushoorn. Dan blijf je op de hoogte van eventuele foto's en filmpjes die ik daar plaats. In ieder geval, ik hoop jullie weer te zien bij een gloedje vlog. Dan zeg ik nu zoals altijd, later!